kwartier. Yvette Derks, ja, 0-0, wat kunnen we van zeggen? Ja, er zat meer in. Misschien ook minder. Maar nee, ik denk dat 0-0 een goede uitslag is. Ja, misschien niet een hoogstaande wedstrijd, maar wel denk ik heel veel strijd. Wat ik zeg, ik denk dat 0-0 een goede uitslag is. Ja. Ik had zo'n voorbeeld, het gaat echt naar 0-0. Maar strijd was er inderdaad, zoals je zei. Alleen dat is het net elkaar weer even weten te vinden. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk dat dat ook nog wel een puntje bij ons is. We hebben natuurlijk een nieuwe groep. We zijn elkaar nog heel erg aan het zoeken. Ook in het systeem zijn we nog heel erg zoekende. En dan moeten we gewoon nog bepalend worden voor de goal en richting de goal. Dat heeft gewoon even tijd nodig. Ja. Maar dat komt vanzelf. Was het lastig te bespelen met de weersinvloeden? Nou, af en toe wel, ja. Het was niet het beste weer. Nee, ik zat die bal in. Ja, de wind zorgde ervoor dat de balletjes flink heen en weer gingen. Maar hoort erbij. Daar kun je niks aan doen. En daar moet je alleen maar weer op inspelen. Heeft de tegenstander ook last van. Dus ja, dat moet geen excuus zijn. Wat vond je het lastigste deze wedstrijd? Ik denk wat ik net zei, het nieuwe spelsysteem zeg maar, waar wij een beetje naar het zoeken zijn en nog steeds zoekende naar elkaar. Ik denk dat dat gewoon nog het lastigste is voor ons. Maar ik denk dat we heel goed stonden. Ik denk dat we het pack meer dan lastig hebben gemaakt. Stiekem hadden we misschien gewoon toe moeten slaan. Ja, na de zeg maar, nogal desastreuze nederlaag vorige week, is het toch wel weer mooi om 0-0 te kunnen pakken. Ja, zeker. Ja, we hadden wel iets recht te zetten naar vorige week. Ik denk dat we dat vanavond heel goed hebben gedaan. Ja. 0-0 is gewoon prima. Daar zijn we gewoon weer blij mee. Daar kunnen we weer mee verder. Hoe bevalt bij Alkmaar? Het is de eerste seizoen hier, hè? Ja, zeker. Zeker. Goed. Ja, goed. Ja. Wel wennen in het begin, maar dat is natuurlijk een nieuwe club. Nieuwe meiden, nieuwe staf, nieuwe omgeving. Ja, dat vooral, hè? Ja, dat vooral. Maar goed, het is alleen maar leuk voor je ontwikkeling en ik heb het enorm naar mijn zin. Dus, ja, top. Nog bepaalde wensen of denk je van nou, laten we maar eerst kijken hoe het gaat? Nou ja, wensen zijn er altijd. Het liefst zoveel mogelijk punten. Maar we moeten gewoon per wedstrijd kijken. En niet te veel, natuurlijk wel veel van ons vanzelf vragen. En er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te halen. Ja. Het zit er niet altijd in. En we moeten gewoon heel hard blijven werken. En dan ben ik ervan overtuigd dat die punten vanzelf aan onze zijde blijven. Okay. Wil je nog iets aan de kijkers van Vrouwenbond Nederland meegeven? Ja, leuk dat jullie de site in de gaten houden en steun het vrouwenvoetbal. Ja, en kom naar Alkmaar kijken, zeker. En je vindt hartstikke bedankt, hè? Hey, dankjewel. Okay.